こたつテレビ。Net als buigen in Japan is het ook erg belangrijk om dankjewel te zeggen. Je hebt meerdere verschillen van dankjewel zeggen en wij gaan deze jou leren. Eerst is arigato gozaimasu, wat je net ook al gehoord hebt. Arigato gozaimasu. Ook kan je zeggen kansha itashimasu. Kansha itashimasu. Kansha wil zeggen het komt van je hart. Je bent zo dankbaar, het komt uit je hart. Kansha shimasu. Kansha shimasu. Wil je beter zijn? Wil je nog liever zijn tegen je baas? Kansha itashimasu. Kansha itashimasu. Zakken we weer helemaal naar de bodem? Dan is het azas. 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 Dit kan je doen onder je vrienden of als je met je matties bent of onder, nou ja, je weet wel. Azas is afgeleid van arigato gozaimasu, maar je bent zo nice. Mas. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こたつテレビ。